Als het even goed weer is, kun je op de eerste zondag na Pinksteren in de straten van Boksel deze processie zien. We noemen het de Heilig Bloedprocessie. Het is een plechtige optocht waarin allerlei taferelen van vroeger worden uitgebeeld. We zien Adam en Eva, die volgens de overlevering door een engel werden verdreven uit het paradijs. En de Bijbelse figuren Kain en Abel. Deze liturgische groep draagt verschillende symbolen mee die de herinnering moeten oproepen aan de oorsprong van het christelijke geloof. Hier wordt een mooi aangekleed lieve vrouwenbeeld meegedragen, dat je op andere dagen aantreft in de Mariakapel van de Sint-Petrusbasiliek. En hier zien we een priester. Zijn naam is Eligius van den Aker en hij leefde 600 jaar geleden hier in Boksel. Deze Eligius was de hoofdpersoon in een wonderlijke ervaring. Dit is het belangrijkste deel van de processie. In deze schrijn wordt een doek meegedragen die nog steeds getuigt van het wonder dat in Boksel is gebeurd. Nou, wij willen wel eens weten welk verhaal hierachter steekt. Ruim 600 jaar geleden is er in Boksel iets bijzonders gebeurd. Een echt wonder. En dat wonder zit verstopt in een kluis in de Sint-Petrusbasiliek. Maar waar zou die kluis nou toch zijn? Om hem te vinden heb ik een echt speurdersteam verzameld. Kom maar op, jongens! Maar wat doen jullie dan nog? De kerk is al lang leeg. Hé, deze meneer hebben we ook al in de Heilig Bloedprocessie gezien. Hij heeft een pak aan dat heel erg oud is en speelt de rol van een Suisse. Dat is het Franse woord voor Zwitser. Vroeger liep zo'n man rond in de kerk om erop te letten dat iedereen zich netjes gedroeg. We hadden gehoord dat er een wonder was verstopt in een kluis. Ja, daar weet ik alles van. Kom maar eens naar beneden, dan ga ik het vertellen. Nou, het verhaal gaat eigenlijk, dan gaan we terug naar de middeleeuwen. Hè? Rond 1380 is Eligius van den Aker, dat was een priester uit Es, en die kwam hier de heilige mis vieren op het Driekoningenaltaar. En hij doet die mis, zoals eigenlijk alle andere dagen. Nou, wat gebeurde er? Eligius tijdens de Eucharistieviering, dan hebben we de consecratie. Dat is best een moeilijk woord. Consecratie. Het wordt in de katholieke kerk gebruikt bij de plechtige wijding van brood en wijn, waarmee het laatste avondmaal van Christus wordt herdacht. Dan tilt hij de kelk op en dan consacreert hij, dit is het bloed van Christus. In die kelk, daar zat witte wijn in. En tijdens dat hij die kelk terugzette op het altaar, viel die kelk om en daar zat geen witte wijn in, maar er zat bloed in. Nou, hij schrok verschrikkelijk. En dat viel op het altaardwaal, dat is dat grote doek over het altaar, en op de korporale. En de korporale die ligt over de kelk. Hij had dus twee doeken waar bloed in zat. En Eligius was ten einde raad, officieel, volgens de rechten van de kerk, moet hij ze verbranden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft ze dus proberen te wassen in een rivier vlakbij de kerk. Dat moet dommel zijn geweest. Ja, ja. Nou, dat is niet gelukt. Het was een put, we noemden dat de heilige put. Hij heeft ze daar in gedrenkt en nog een keer en nog een keer. Het bloed ging er niet uit. Hij heeft die doeken verstopt tot op zijn sterfdag. Op zijn sterfdag heeft hij de bloeddoeken eigenlijk kenbaar gemaakt aan een priester wat er allemaal gebeurd was. Nou, toen dat dus kenbaar was gemaakt, ja, toen ging dat van de bisschoppen naar de kardinaal, van de kardinaal naar de paus. Nou, enzovoorts, enzovoorts, totdat er zelfs een oorkonde kwam. En we hebben daar een kopie van uit de 15e eeuw. Er is er een oorkonde dat dat wonder dus werkelijk waar gebeurd is. En die doeken zijn dus eigenlijk sinds die tijd altijd hier bewaard gebleven. Ja, totdat we rumoerige tijden aanbraken.
De Vrede van Münster die maakte eigenlijk uit dat de protestanten, het noorden en het zuiden van Nederland, het voor het zeggen kregen. Ja, dat was voor de katholieken natuurlijk een ramp. De katholieken moesten al die grote kerken uit. En die paar protestanten die er waren, die gingen die kerken bezetten en daar hun vieringen doen. En die protestanten die wilden al die beelden weg. En dus wij kregen het benauwd en we hebben die doeken in veiligheid gebracht. Al vroeg in de 17e eeuw. Die doeken zijn naar Den Bosch gegaan tot 1629. Toen is Den Bosch gevallen. Die doeken hebben we weer teruggehaald. Die zijn naar Stapelen gegaan. Van Stapelen naar Antwerpen. En van Antwerpen kwamen ze in Hoogstraten terecht. Allebei die doeken. En Hoogstraten heeft die doeken 275 jaar voor ons bewaard. En die heeft er heel goed op gepast. Totdat de reformatie, dus van 1648 zeg maar tot 1800... Toen was het voorbij, de katholieken kregen de kerken weer terug. Dus we hadden eigenlijk kunnen zeggen, die doeken terug. Ja. En we gaan weer. Nee, maar zo ging het niet. Dat heeft nog heel lang geduurd, nog veel meer dan 100 jaar. Maar in 1800 en daarna, toen kregen de katholieken hier dan weer allemaal, ja, die devotie en die pelgrimage en die processies, die kwamen allemaal weer op gang en daarmee voor die bloeddoeken. Nou, maar pas op 15 juni 1924 zijn die bloeddoeken na een ontzettende strijd, Hoogstraten wilde maar niet, van de bisschoppen weer tot de kardinalen, zelfs tot in Rome heeft moeten zeggen, jongens, die bloeddoeken zijn van Boxtel. We hebben er één teruggekregen. Dus dat ene doek is hier en dat wordt op elke zondag na Pinkster, drievuldigheidszondag, wordt dat getoond aan Boxtels bevolking door middel van die processie. Nou, dat is wel heel veel informatie achter elkaar. Heb je gehoord dat de Vrede van Münster werd genoemd? Daarmee kwam in 1648 een einde aan de zogenaamde 80-jarige oorlog. Die oorlog was ontstaan omdat de koning van Spanje ook baas was over Nederland. En hij wilde dat iedereen katholiek werd. De leider van de Nederlandse gewesten, Willem van Oranje, was protestant en kwam daartegen in opstand. Toen de vrede was getekend, werden de protestanten hier de baas. Ook in Boxtel. De katholieken moesten hun kerken afstaan. De protestanten namen de kerkgebouwen over en vernielden veel dingen die katholieken belangrijk vonden, zoals heilige beelden. De bloeddoeken mochten niet meer vertoond worden aan de bedevaartgangers. De processie werd verboden. In Boxtel was men bang dat de doeken van het bloedwonder verloren zouden gaan. In het geheim zijn de doeken via Antwerpen in 1652 in Hoogstraten in veiligheid gebracht en daar bewaard tot 1924. Dat is meer dan 270 jaar. In Hoogstraten waren de katholieke Spanjaarden nog de baas. Dat was zo geregeld bij de Vrede van Münster. Jongens, we zijn hier een beetje aangekomen aan het einde van mijn verhaal. Het Driekoningenaltaar staat nou hier in de Heilige Bloedkapel. Kijk maar eens op het middelste raam. Tijdens de Eucharistievering, Eligius zet die kelk neer. Die kelk die valt. En wat komt eruit? Niet de witte wijn, het bloed. Hij verschiet daar zo van. Hij durft dat tegen niemand te vertellen. Wat doet hij? Hij gaat dat dus wassen in de heilige put aan de rivier. Maar het gaat er niet uit. Hij krijgt het bloed er niet uit. Hij verstopt ze. Wie weet, onder zijn bed, ik weet het niet. En op zijn sterfdag gaat hij het opbiechten naar de priester. Daar vertelt hij het hele verhaal. En toen gebeurde hier dat die pelgrims kwamen, wat ik jullie straks allemaal vertelde. En waar is het doek nu? Ja, daar zit in de kluis. Daar. Daar zit hij in. Is er een code? Er is geen code van. Er zit een sleutel op. En die heeft onze koster. En die sleutel, die doet hij maar één keer per jaar in het slot om de kluis te openen. En dat is op de eerste zondag na Pinksteren. En dan hebben we de processie en dan wordt het doek aan iedereen getoond. En dan zien we allemaal het doek waar dat wonder is gebeurd met dat bloed wat ik jullie verteld heb. Dus nu weet je waar de heilig bloedprocessie in Boxtel over gaat. Honderden mensen lopen in die processie mee. Mannen, vrouwen en kinderen worden daarvoor speciaal gekleed en geschminkt. Het is een historisch evenement dat hopelijk nog heel lang blijft bestaan. Dat Boxtel zo'n grote kerk heeft, is het gevolg van het heilig bloedwonder. Vele duizenden mensen kwamen dat wonder jaar in, jaar uit herdenken. Als pelgrims. En daar was een grote kerk bij nodig. Sinds 2012 is deze kerk een basiliek.
Een eretitel die past bij een kerk die een bijzonder grote waarde heeft.